op. Ik ben helemaal mooi te nozen. Mo, niks zo goed als u van je puur even te komen als een goede poescafé. Zeg, André. We zitten weer eens. We zitten hier in Averboden in sportclub Olympia. Victoria. Victoria. Olympia was ook niet slecht geweest. En deze is het symbool van volleybalclub Victoria Olympia. En dat is een ijverswaarlijk als gezet. Dat volleybalclub, dat is formidabel. Dat stond in Eredivisie en dat stond twee keren de eerste. Volg maar. Je hebt misschien gezien dat er geen kat zit. Maar het volk de vedette zijn nee. Voilà. En hoe zit het op een café? Ja, zeg ik ze. Waar is de cafébus in? Hallo. Kan er niet doen, maar het is precies dat ik het gat hem daar. Voilà, ons meeken. En dat is onze verteller, Lu. Goedenavond. Van de volleybal. Dag, ja. Meneer André. Goedenavond. Welkom. Zeg, vertel toch wat beter moppen als dat je volleybal speelt? Ik speel goed volleybal. Ah, ook. Ja. Als de mop even goed is. Bon, oké. Okay. Ça va. Met meneer Jallemo, scheurvolk stond, maar we begonnen er de gek om beginnen. Ga zo gereerd. Ik ben gereerd. Dan doen we het, als gebeurlijk, in Cinemascope en in High Fidelity. En actie. Actie. Deze, meneer André, deze is een echt een liefdesgeschiedenis. Een liefdesgeschiedenis van een koppelke de andere kant van de Waai. Want hier, aan de andere kant van de Waai, is de Limburg. Ja. Die kant van de bos is Antwerpen. En deze gaat over een Limburgs koppelke. Romeo en Julia. Oh, heel romantisch. Ze wandelen, smoerverliefd, door de haai, langs de bosjes, langs de bomen. En op een gegeven moment, de natuur die drinkt, zegt hem, schat, jouwe, zegt ze. Ik moet pissen, zegt hem. Jouwe, zei ze, pies me. En hij zet zich langs de kant te doen wat dat hem moet doen. En ze vraagt, schat, jouwe, mag ik eens vuilen, zegt ze. Oh, jouwe, vuil me. En, oh, zegt ze, wat heet dat warm? Wat wordt dat lang? Ja, het is goed, het is gebeuren. Ze gaan verder. En op een gegeven moment zegt ze, schat, jouwe, ik moet ook pissen, zegt ze. Jouwe, zegt hij, pies maar. En ze zet zich klaar en hij vraagt, mag ik ook eens vuilen? Jouwe, zegt hij, vuilt maar. En hij voelde zich, oh, zegt hem. Wat heet dat warm, wat wordt dat lang? Jouwe, zegt ze, ik moest kakken ook. Dat was een volleybalclub mop met een sjekke. Voilà, ik moet allemaal hartelijk bedanken voor alle opkomst. Dat was wij Poescafé op zijn best dankzij Lu, onze freelance performer van de Novent. Lu, bedankt. Graag gedaan. Ja. In tussentijd, Siska Plutaar. Dag allemaal, ajus en tot nog eens.